Ik werd vanochtend wakker. En zoals jullie weten ben ik al een tijdje bezig. Dat ding veel. Oh. Dus we zijn helemaal voor niks hier naartoe gekomen. Dus... Ik op je rug. Ik wilde niet de zwarte was in 4 keer hoef te doen, maar gewoon in 1 keer. Wat vind je nou? Hey, goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag nog een drukke dag. Het is woensdag. Alessio heeft een hoofdrol gekregen in een toneelspel. Ik ben super trots op hem. Hij had auditie gedaan en hij is het geworden. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Ik neem jullie mee. Ik ga nu eerst heel even stiekem de kerstcadeautjes inpakken. En alvast onder de boom zetten. Dan hebben ze mensen iets waar ze naar kunnen kijken. Dinosaurus. Dat is ook weer van Toy Story. Want mij is helemaal gek van Toy Story. En daar zit ook nog wat in. En dan ga ik even mijn haar doen. Want ik heb echt een bad hair day. Ik ben helemaal gek van. Dus dat ga ik zo meteen doen. Niet echt mijn meest mooie creatie dat ik in heb gepakt, maar ja, ik vind hem wel goed zo. Kom lopen, Woody. Ja, dus jullie vervelen een beetje in Noord. Wat hopeloos zouden wet zijn jullie. Wat jullie zeggen is zo jaren 80. Zijn jullie dan nog nooit naar FC Jena geweest voor een filmpje? Of naar AI? Jullie zijn toch wel naar het Tolhuis daar geweest, hoop ik. Ze hebben daar zelfs een zaal van de godvergeten Paradiso. Van jongeren. Noord is hartstikke booming. Lesje was goed, hè? Ja, maar ik vraag aan... En Lesje was goed, hè? Ja, Buzz Lightyear. Is Buzz Lightyear gevallen? Oh, nee. Hey! Wat was je goed? Supergoed! Je was goed! Knuffel! Supergoed. Ja. Zie je het? Maar je mag ze niet openmaken, hè? Wanneer dan? Met kerst? Nu echt oprotten. Ik vind het nu niet meer lief. Alessio, je was zo goed, vond je niet? Nou, je moet oprotten, dus ik heb hem vanmorgen was het leuk. Ja, vanmorgen had ik dus 2 knotjes hier zo boven op mijn hoofd. Dus 1, 2. En ik dacht, nou ja, weet je, ik vind dat wel leuk. Lekker. Ja, ik ben 14. Op mijn beugeltje erbij. Nou, dat soort dingen, ja. Hij voelt mij dus op een 14-jarig kind. Ja, ik moet wel eerlijk zijn. Met een beugel. Ja, je moet wel eerlijk zijn, maar je kan het toch ook een keer wat subtieler zeggen. Oh, nee, wacht. Schat, weet je zeker dat je dit gaat... Ik vind het iets minder mooi staan. Dus, ik vind het iets minder mooi staan bij je. En dan zeg ik, oh, dat meen je niet. En dan zeg jij weer, inderdaad, schatie. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik ben echt helemaal kapotje. Oh. Mijn bandje is in het tegenkomen. Oké. Okay. Mag dat? Ik doe het oké. Ja, is goed. Yes! Maar ik ga het niet nu doen, hè? Maar vanavond. Vanavond. Echt, die spellen die worden echt rijk, jongen. Ik zweer het je toch. Ik wil maar kijken. Wil je ook kijken? Maar kom er dan bij staan. Ik op je rug. Nee. Oh, Lesje is gevallen. Je bent gemeen. Lesje, kus. Oh, wat zijn jullie lief? Wat doe je nou? Ik wil even kijken. Ja, maar je kan toch niet zo dicht erop zitten? Heb je dat zelf gedaan? Ja, heeft hij zelf.
gedaan. Mavis, dat kan toch niet? Kijk hoe dicht je op de tv zit. Dat kan niet, man. Nee. Kom, eraf. Mam je helpen. Ook wat duizelig, dat moet ik niet doen. Maar ik was helemaal vergeten te zeggen, morgen hebben dus alle twee mijn kinderen hebben kerstdiner op school en ik heb nog helemaal niks gedaan. Echt, voor het eerst gewoon dat ik niks heb gedaan. Oké, dus ik heb, dus eten geen vlees, dus ik moet ook nog aparte dingen gaan maken. Dus ik denk dat ik een gerecht voor Alessia moet maken, een gerecht voor Mems moet maken. En dan moet ik ook nog aparte vleesjes voor hem maken om mee te geven. Zodat ze in ieder geval wel ook iets bij hun frietjes kunnen eten. Ik heb weer mascara uitlopen, echt. Maar volgens mij is het tijd voor een andere mascara of zo, ik weet niet. Wat is er? Ik heb dit en ik heb die. Samen kijken. Nou, ik ga maar weer uitzetten, want ze zit ruzie te maken om de camera. Goedemorgen, ik zie er echt belabberd uit, want ik ben echt super moe. Maar het is vandaag, even kijken. Echt, ik ben helemaal hyper gewoon ervan. Even de tv aanzetten hoor. Adem er, adem. Ik werd vanochtend wakker. En zoals jullie weten ben ik al een tijdje bezig. Zacht gezet, want de jongens slapen nog. Het is vandaag. En zoals jullie weten zijn we bezig met nog een kindje. En in mijn vorige vlog hebben jullie kunnen zien dat ik een ovulatietest had gekocht van Clear Blue. En ik heb er dus nu net overheen gepist. En het is een rondje. Het is een smiley. Kijk. Een smiley. Oké, kom, laten we maar gaan. We moeten nog boodschappen doen. We moeten nog twee gerechten maken. Kerstkrantjes en kipnuggets. Maar weet je zeker dat Mems zit in de avond ook? Want ik dacht echt dat hij in de middag had. Zeker? Ja. Ah. Even kijken hoe we dat gaan doen. Dan kunnen we langs LS Mems. Of ga jij daar LS? Ik naar Mems. Oké. In ieder geval ga ik nu boodschappen doen. Oké. Ik heb dus nu eten voor Alessio's kerstviering dinner. Goed voor je. Eten voor Memphis' kerstviering dingen. Goed voor je. En we hebben outfits gekocht. Zodat ze er weer spik en span uitzien vanavond. Ja, wat goed voor je, mop. Ja, echt. Hè? Die ga ik onder de boom zetten. Zodat ze nu alvast dan een cadeautje uit kunnen pakken. Dus even wat zachter. Ondanks dat het nog geen kerst is, mochten ze dat alvast uitpakken. Natuurlijk, want ze moeten het vanavond aan. Dus dat is wel logisch. 82 keer in haar. Hou je mond, joh. 82 keer in mijn haar. Ja, ik wil mijn haar. Het is hartstikke vochtig weer. En ik heb mijn haar gesteld. En dan wordt het zo droog van. Dat zie ik nu en dat vind ik niet mooi. Wat doe je? In slaap vallen. Again? Whatever. Kijk nou eens, wat een gezelligheid. Kijk, die twee mogen ze dan zometeen openmaken. Die kleine is voor Memphis en de grote is voor Alessio. Moet je niet je jas uit? Oké, mijn wasmachine is dus overleden. It's gone, it's dead. Hij doet het niet meer. Dus ja, dat krijg je ervan als hij het niet meer doet. Ik ben even buiten adem, twee trappen verder en ik kan al niet meer. En ik heb volgens mij nu een 2,5 of 5 kilo. En met twee kinderen, een man, ikzelf. En misschien nog baby nummer 3 op komst. Denk ik niet dat ik het ga redden. Dus ik ben van plan om een wasmachine te kopen van 7 kilo of meer. Dat ik niet de zwarte was in 4 keer hoef te doen, maar gewoon in 1 keer. Ten uitvinding. Even kijken. Yes. Done. Lopen, echt super stom. Wij dachten dat Memphis nu school zou hebben, maar hij heeft dus geen school. Dus we zijn al voor niks hier naartoe gekomen. Dit is gewoon al de tweede keer. Ja, yeah. Yeah, again. Nick zei net al, we moeten echt gaan leren brieven lezen. Want wij zijn zo gewend met e-mails en dingen. Dus ja, het stond in de brief, maar die heb ik waarschijnlijk zo weer de prullenbak ingesodemieterd. Dus ja. Memphis, je hebt een sticker op je kont. Dit vindt hij echt te kinderachtig. Ik vond het nogal meevallen eigenlijk ergens. Je mag alvast een pakketje uitpakken. Onder de boom. Memphis, jij mag ook alvast een pakketje uitpakken. Wat heeft hij zo? Deze is voor jou. Hier, deze is voor jou. Kerstrui. Kijk.
maken. Het is gewoon een kleinigheidje voor vanavond wat je aan kan doen. Deze vind ik vet. En deze vind ik vetter. Ja, leuk hè? Kijk wat erop staat. Merry Christmas. Oh nee. Team Santa. Team Kerstman. Leuk hè voor vanavond. Voor je diner. Die is voor jouw diner. Kijk. Je hebt nog steeds lippenstift op je wang van mij. Nou, dat was snel uitgepakt. Mooi. Kijk, met een strikje. Ook voor je diner vanavond, schat. Gaan we straks aandoen, ja? Wil jij ook je kersttrui aan, Zeno? Ja! Nee, wil je ook je kersttrui aan? Ik wil eerst dat ding wat ik wil. Hm. Ben je klein kind geworden? Ja. Nee! Je moet niet zo dichtbij, Trolie. Je moet niet zo dichtbij. Ik ben nu alles aan het warm maken voor de jongens. Dus de kip nugget, deze is van Woesel en Pip. En hier vegetarische sticks. Dus die ga ik nu allemaal maken en dan ga ik het meegeven. To de penningen! To de penningen! To de penningen! To de penningen! Haren doen. Oh, mooi, die is stoer. Netjes of niet? Wat vind je nou? Mijn camera gereed. Oké, okay, jongens. Ja. Wauw! Jeetje, wat zie je er goed uit, Les? Wat ben je mooi! Ziet er ook mooi uit. Ja, ja, je bent ook mooi. Oh, mijn is ook knapper, jongen. Ja, maar ik kan zijn haar niet zo goed doen. Is niet zo goed geworden. Mama, Woody. Het is gewoon 7:15 nu. Besef het even. Het is 7:15. Ik ben nu pas thuis. Het was mega druk. Want ik had dus Memphis. Die moest om 6:00 school kerstdiner doen. En Alessia moest om 5:00. Alessia van 5:00 tot 6:30. En Memphis van 6:00 tot 7:00. Dus je snapt dan wel dat ik tussendoor de hele tijd heen en weer heb gereden. Van verschillende scholen naar verschillende scholen. Heel snel een patatje heb gehaald. En een patatje heel zielig alleen, ja, met niks samen in de auto heb gegeten. Maar ja, het was het allemaal waard. Ze hebben het zo leuk gehad. Echt, ze hebben het echt super leuk gehad. Ook die pakjes stonden ze zo schattig. Ze slapen nu alle twee. Dus ik ga nu ook mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit een leuke vlog vond. En zoals je al kon zien heb ik mijn banner een beetje aangepast. Want ja, ik ben huismoeder en ik wil laten zien wat ik allemaal doe als huismoeder. We willen heel graag nog een kindje erbij. Voor de mensen die mij al volgen weten dat. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, het komt helemaal goed. Zoals ik al zei, vind je dit een leuke video? Vergeet geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik vlog over mijn moederleven 2 keer in de week en soms een extra video. Echt een hele fijne avond. Dikke knuffel van mij. Naar jou, of course. Doei doei.